Goedenavond en welkom bij Mensenwerk, een programma van Studio 040 dat een kijkje achter de schermen geeft bij maatschappelijke organisaties. Want wat gebeurt daar nou eigenlijk en wie werken daar nou? Mijn naam is Ellen van Lievelouw, ik ben 39 jaar oud. Ik werk bij Combinatie Jeugdzorg als behandelcoördinator in Eindhoven. Als behandelcoördinator binnen Combinatie Jeugdzorg werk je... Heb je als achtergrond dat je orthopedagoog of psycholoog bent en je coördineert als het ware de behandeling rondom een kind of een gezin. En daarin heb je natuurlijk, je brengt je expertise mee vanuit je rol als orthopedagoog of psycholoog. Voorbeelden van waarom kinderen naar hier komen samen met hun ouders en gezin, want ze werken met elkaar, is bijvoorbeeld gedragsproblematiek bij kinderen. Vragen over de ontwikkeling van hun kind. Op het moment dat de interactie of communicatie thuis niet goed loopt, in het gezin, dat je denkt, het loopt niet helemaal lekker, dan kunnen mensen hier bij ons terecht. Op het moment dat de mensen bij observatiediagnostiek binnenkomen, dan beginnen we met een startgesprek. Gaan we echt samen met elkaar, met ouders en kind, als die de leeftijd heeft dat hij mee kan praten, gaan we onderzoeken wat is nou de juiste vraag. Wat is nou de vraag? Wat is nou uiteindelijk de vraag waar er een antwoord op moet komen? Ja, ik heb net een startgesprek gehad. Daarin heb ik samen met ouders afgesproken wat we gaan doen. We hebben afgesproken dat er een intelligentieonderzoek gaat plaatsvinden. En ik ben nu even aan het kijken of de koffer compleet is en alles bij elkaar verzamelen, zodat het onderzoek gedaan kan worden. Nou, het is een heel grote intelligentietest, maar daarin allerlei onderdeeltjes die je gebruikt bij het kind. Het kan gaan om vragen over dingen. Het kan gaan om bijvoorbeeld dat een kind met blokjes blokpatronen gaat leggen en dan kunnen wij zien op welke leeftijd hij dat, het kind het kan doen en hoe dat gaat, hoe dat verloopt. Ja, op het moment dat er een ouders komen met een jong kind, in de leeftijd van 2, 3, 4 jaar, dan is het vaak zo dat wij ze op het medisch kleuterdagverblijf, wat wij hier binnen onze organisatie hebben, dat we daar een kind plaatsen voor 6 weken. Die komt dan in een dagbehandelingsgroep terecht, waar hij eigenlijk gewoon kan spelen, maar waar hij ook geobserveerd wordt. En van daaruit zien we heel veel verschillende gedragingen. En zien we ook hoe een kind zich ontwikkelt, op welke gebieden het juist heel erg goed loopt en op welke gebieden die het lastig vindt of waar die mogelijk bij achterloopt. En daar kunnen we dan ook goed een advies op geven van wat dan nodig is. Met een grote bal en op de mat misschien wel een koprol of zo. Maar zullen wij eens even daar gaan kijken? In die bak, wat daar is? Ja? In week 7 hebben we altijd al een eindgesprek met ouders om al onze bevindingen aan hun terug te geven, met hun te delen. Nou, het is meestal is het wel gelukt. Ik kan niet echt een percentage geven, maar in de meeste gevallen is er wel heel veel helderheid gekomen hoe al die puzzelstukjes van dat gezin of van dat kind in elkaar steken. Fijn dat je er bent. Heel traject geweest, hè, de afgelopen 6 weken. En vandaag het eindgesprek gaan we kijken wat we allemaal, alle puzzelstukjes die we van de puzzel gevonden hebben, hoe die in elkaar passen. Dus nee, makkelijk is het eigenlijk nooit. Het is altijd echt die zoektocht en elke keer, dat vind ik zelf zo leuk aan dit werk, dat er elke keer weer mag ik die zoektocht met mensen maken. En elke keer is die anders, want elk gezin, elk kind is anders en dat zie je eigenlijk ook wel terug. Ik ben altijd met andermans problemen bezig, maar juist doordat je het samen met ouders doet en uiteindelijk iets kunt bereiken met, samen met ouders en het kind, zodat het uiteindelijk beter wordt, maakt het dat wel heel erg fijn en leuk. Ja.